Zin om iets bij te leren? Waar zouden we het kunnen over hebben? Ik weet het. Vandaag gaat het over. Sien had twee toetsen voor wiskunde. Ze behaalde op de ene toets 9 op 10 en op de andere toets 7 op 10. Het gemiddelde komt op het rapport. Welk cijfer voor wiskunde komt op het rapport van Sien? Hoeveel punten haalde Sien voor de twee toetsen samen? 9 plus 7 is gelijk aan 16. Hoeveel punten kon ze in totaal verdienen voor die twee toetsen samen? 20 punten. Stel dat die twee toetsen samen zouden meetellen voor 1 cijfer op 10 op het rapport. Hoeveel zou Sien dan krijgen? 8 op 10. Hoe kom je daaraan? Je moet 20 delen door 2. Dus ook 16 delen door 2. Die 8 op 10 noemen we het gemiddelde van de punten van zien. Waar op de getallenas ligt het gemiddelde? Precies in het midden tussen 7 en 9. Het gemiddelde ligt altijd tussen het kleinste en het grootste getal. Hoe hebben we het gemiddelde berekend? We hebben de twee punten opgeteld en de som gedeeld door 2. Hier krijg je nog een voorbeeld. Fatima traint in een atletiekclub. Vandaag oefent ze in het zo ver mogelijk gooien met een tennisbal. De eerste keer gooide ze 14 meter ver, de tweede keer 18 meter, de derde keer 13 meter en de vierde keer 19 meter. De trainer noteert het gemiddelde van haar vier worpen. Welk getal noteert hij? Hoeveel gooide Fatima in totaal tijdens haar vier pogingen? 14 plus 18 plus 13 plus 19 is gelijk aan 64. Je wil opschrijven hoe ver ze gemiddeld over die vier pogingen geworpen heeft. Wat zou je dan moeten doen? Ze heeft vier keer geworpen, dus delen we de som door 4. Dus hoe ver heeft Fatima gemiddeld geworpen? 64 gedeeld door 4 is gelijk aan 16. Die 16 meter noemen we het gemiddelde van de vier worpen van Fatima. Waar ligt het gemiddelde ten opzichte van de vier afstanden die we aangeduid hebben op de getallenas? Tussen het kleinste en het grootste getal. Tussen 13 en 19. Het gemiddelde ligt altijd tussen het kleinste en het grootste getal. Hoe hebben we het gemiddelde berekend? We hebben de vier afstanden opgeteld en de som gedeeld door 4. Waarom hebben we gedeeld door 4 en niet door 2 zoals bij het eerste probleem? Omdat er in dit verhaal vier worpen waren en geen twee. We kunnen dus het volgende besluiten. Om het gemiddelde te berekenen van een aantal getallen, tel je die getallen op en deel je vervolgens de som door het aantal getallen. En het gemiddelde van een aantal getallen ligt altijd tussen het kleinste en het grootste getal.